De school op Loka Loka in het district Sipaliwini in Zuidoost-Suriname is na ruim een maand nog steeds niet van start gegaan. Nadat er gisteren in de Nationale Assemblee vragen hierover zijn gesteld, wees minister Marie Levens erop dat op Loka Loka een probleem is. Dat is niet alleen in financiën uit te drukken, maar ook leerkrachten schijnen onderdeel van het probleem te zijn. Hoewel Loka Loka een nieuw schoolgebouw behoeft, wil de minister nagaan hoe er gezorgd kan worden voor een tussentijdse oplossing. De leerkrachten die op Loka Loka werken, hebben eigenlijk staken ze, die 3 of 4 leerkrachten. En dat is een probleem meer met betrekking tot, laat me het hier niet in alle details bespreken, maar ik ga nieuwe leerkrachten die kant op sturen, want in feite kunnen we beginnen. We kunnen huizen huren in dat gebied, want die leerkrachtenwoningen zijn absoluut niet goed. We kunnen huizen huren, maar ze willen gewoon niet terug. En we hebben gezegd, heel voorzichtig, dan ga ik nieuwe leerkrachten sturen. Toen is natuurlijk is het niet goed overgekomen, heeft men gezegd, ik bedreig. Maar dat is niet waar. We hebben gezegd, we gaan huizen huren en in die tussentijd gaan we met de kinderen werken waar we kunnen werken. Dus ik kan het oplossen, maar ik wil niet tot het uiterste gaan. Ik denk toch dat ik met nieuwe leerkrachten daar moet gaan werken in plaats van die 3 die daar op dit moment werken. Maar er is maar 1 school hoor, waar we problemen mee hebben, de rest draait. De bewindsvrouw wijst erop dat de regering 160 miljoen SRD ter beschikking heeft gesteld voor het onderwijs, waarvan 60 miljoen SRD bestemd is voor leermiddelen. Deze leermiddelen worden nu gedistribueerd. De resterende 100 miljoen SRD is bestemd voor restauratie van de schoolgebouwen. Ik heb begrepen dat we een enorm groot financieel probleem hebben. En dat het noodfonds dat eigenlijk bestemd is voor onder andere dit soort zaken, dat het voorlopig geen geld heeft. Maar het moment dat ik geld heb, want we hebben het al helemaal uitgezet, tot in de puntjes. Dus het moment dat er wat geld is, gaan we beginnen met de bouw van de school op Loka Loka, op Godoolo, op Gunini Krikimovo. En ik denk, maar lobby hebben we ook nog een probleem. Maar we hebben 6 scholen nieuw te bouwen in het binnenland. Het moment dat ik geld heb, begin ik. Als ik het vandaag krijg, begin ik morgen. Want de aannemers staan in de startblokken om te beginnen. De scholen die aan renovatie toe zijn, zijn scholen die getroffen zijn door de overstroming van het binnenland. Minister Marie Levens sprak gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblee.